We zijn hier vanuit Omroep Max voor het programma Hallo Nederland. Wordt uitgezonden op Nederland 2, 17:50 elke werkdag. En we besteden vanavond aandacht aan de molenwedstrijd. Twee kanshebbers brengen wij in beeld om eens even te laten zien wie de deelnemers zijn. Dat is het idee. En ik ben trots op Keldonk, want ik woon hier om de hoek. Dus ik vind het wel heel erg leuk om hier nu even deze opnames te mogen maken. Jullie zijn genomineerd. Wat maakt jullie molen nou uniek? De molen is uniek omdat het behoort tot de kleinste in zijn soort van Nederland. Het is een bergkorenmolen. En het verder wat hem uniek maakt is dat onze molen is tot zover als je hem nu hier achter mij ziet staan opgebouwd door volledig vrijwilligers. Naast het feit dat onze molen een gemeentelijk monument is, zie je hier bijzondere details waarin we het oude voegwerk, snijwerk zoals we het noemen, hebben teruggebracht in de molen. Uiteraard komt hier nog een molenbel tegenaan, vandaar dat u aan de onderkant ziet dat de molen verder niet is afgewerkt. Zeg maar. Er komt een hele mooie molenbel tegenaan. Ja? Nou, en hier ziet u het gewelf. Nou, daar hebben we best wat werk mee gehad, of onze mensen hebben daar best wat werk mee gehad. Want het is niet heel simpel om één steen eruit te pakken, want dan komt het hele gewelf naar beneden toe. Dus vandaar dat hier flink wat reparatiewerk aan heeft moeten plaatsvinden. Oké, dan komen we hier in de molenroom. Bovenop de molenromp gaan we het houten gedeelte plaatsen met de molenmechaniek. Nou, heel bijzonder is dat de molenmechaniek voor een deel is bewaard gebleven. Dat ligt bij Adriaans Molenbouw in Weert. Die heeft de molenkap al gerestaureerd. Dus wij hopen de molenkap in ieder geval zo snel mogelijk hier naar Keldonk toe te krijgen. Dat zal betekenen dat ons project is afgerond. Recht in de camera en inderdaad in 15 vlammende seconden waarom dat jullie moeten winnen. 3, 2, 1. Deze molen moet gaan winnen omdat hij staat in een prachtig natuurgebied. 50 vrijwilligers hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om deze molen te restaureren. Het zou toch geweldig zijn als uiteindelijk deze molen weer gerealiseerd gaat worden. Prima. Het is de make-over competitie voor molens in ons land, de Molenprijs. Vier molens strijden om de eer. Het gaat overigens niet alleen om die eer, maar ook om de toekomst van de Nederlandse molens. Want die ziet er financieel heel somber uit. Molens staan dus te springen om de prijs, een geldbedrag van 50.000 euro. Twee kandidaten stellen we aan u voor. Molens mogen niet ontbreken in het Hollandse landschap en dus gooien de kandidaten alles in de strijd. Onze prachtige oliemolen de Ooievaar, gebouwd in 1620 voor het persen van oliezaden. De Ooievaar, brenger van leven. Deze molen moet gaan winnen omdat hij staat in een prachtig natuurgebied. 50 vrijwilligers hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om deze molen te restaureren. Het zou toch geweldig zijn als uiteindelijk deze molen weer gerealiseerd gaat worden. Tijd voor een rondleiding, want de molenaars raken niet uitgepraat over hun trots. Ja, dit blijft prachtig. Dit zijn natuurlijk enorme stenen. Dus dat zijn geweldige jongens, komen uit de Belgische Ardennen. Blauwe hardsteen met de hand gehakt helemaal. Die specifiek gebruikt worden om die oliezaden mee te pletten. Dan komen we hier in de molenromp zelf. Hier bovenop komt uiteraard de houten opbouw. Dus bovenop die stenen romp die u nu ziet. Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel. In 2018 dan zal op deze stenen molenromp, zoals u hier achter mij ziet staan, een houten opbouw worden geplaatst met uiteraard de wieken. En dan krijgen we hier een fantastisch plaatje hier in het moeras en natuurgebied de Roost en de Bulten. Een mooie bestemming voor het prijzengeld. Ook in Zaandam hebben ze grootse plannen. Het haventje hebben we uitgegraven.
de kraanganger stellen, dat is een houten beuk, en dan de kraan die hier vroeger staat ook weer terugbrengen. Want pas dan kunnen bezoekers de molen bezichtigen en dat levert het broodnodige geld voor het instand houden van het erfgoed op. Molens zijn net Eiffeltorens, je bent nooit klaar. Als je boven bent klaar bent, kun je beneden weer starten. En dus gaan de molenaars vol spanning naar de prijsuitreiking. Ja, en zojuist is de winnaar van die begeerde 50.000 euro bekend geworden. Het is de ooievaar uit Zaandam. Zij kunnen dus nu eindelijk een mooi haventje aan hun molen bouwen. Gefeliciteerd!